Deze video is mogelijk gemaakt door het EA Creator Network. Hoi hoi, welkom bij deze nieuwe Sims video. De Sims 4 Stapel Verliefd is inmiddels al eventjes uit. En ook ik heb een code gekregen van EA. Dank, dank, dank daarvoor. Dus we zijn hier in Creëer een Sim. En het leek me dus leuk om dan deze Sim allerlei outfits te geven van de Sims 4 Stapel Verliefd. Om een beetje die outfitcategorieën af te gaan. En misschien zelfs te kijken wat een leuke date outfit zou kunnen zijn. Nou ben ik dus al bezig geweest om dit simmetje te maken. En één ding wat ik dus heel leuk vond, wat ik dus gevonden had, was hierbij gezichtsdetails, huiddetails. Je ziet het misschien al op haar voorhoofd, maar dat zijn dus deze twee. Dan kan je dus nog kiezen links of rechts. Het lijkt gewoon op een hartje. Toen dacht ik, perfect. Dus we hebben hier al een leuk basissimmetje. Ik wil wel even haar een kapsel geven. Even hup opgestoken of zo. Zoiets. Want ik wil straks even kijken naar welk kapsel ik dan leuk vind voor de outfit. We gaan dus eerst beginnen met alledaags. Wat zou leuk zijn van de Sims 4 Stapelverliefd, maar ook past bij alledaags. We gaan natuurlijk even dat pack aanzetten. Ja, als ik zou denken aan een alledaagse date. Ik denk dat gewoon een simpel drankje drinken samen op een terrasje in een kroegje, dat het wel een goede uitgangspunt is. Dus we gaan even kijken wat we daarvan tegenkomen. Dat is dit natuurlijk dus niet. En dit ook niet. Dit is meer carnaval. Oh, dit is cute. Met het hartje erin en dan nog een hartje op de rug. Oh, ook schattig. Ik heb echt vrij weinig gezien, hè. Dit vind ik wat meer voor het uitgaan. Ik zoek iets. Dit is ook iets te formeel. Iets casuals. Iets waarvan je denkt, ja, dat is wel leuk. Is dit gewone kleding of is dit voor in de slaapkamer? Dit zijn trouwens de volledige outfits. Dus we hebben misschien ook nog wel losse boven- en onderkanten. Dat vind ik ook wel even interessant om op te zoeken. Oh, kijk eens aan. Kijk, dan krijgen we dit soort jasjes bijvoorbeeld. Een leuk blouseje. Een leuk shirtje met die vlinders. Hier zitten wel wat dingen bij waarvan ik... Ja, dit is wat minder casual. Maar hier zitten wel wat dingen bij waarvan ik denk, oh, dat kan wel voor casual. Ja, ik denk dan toch gewoon dit vlindertopje. Ziet er wel enig uit. Oh, hij komt ook in neutrale kleuren. Dat is ook wat... Oh, en met bloemetjes. Heel mooi. Oh, ik vind deze kleur ook heel tof. Nee, ik ga gewoon voor die eerste. Ik vind die kleur... Ik gebruik niet zo heel vaak oranje, want het staat niet altijd leuk bij Sims. En gewoon überhaupt bij haar. Ook met haar huidskleur en zo. Ik vind het wel mooi staan. Even kijken. Dit zijn de onderkanten. Kijk, we kunnen er een... Oeh, glitterbroekje. Ik dacht, dit is gewoon een spijkerbroekje, maar het is glitter. Nee, dit is niet wat ik zou aandoen als ik denk ik ga een drankje drinken met iemand. Deze is wel leuk. Komt ook een beetje in dezelfde kleur, maar ik vind het net niet helemaal. Ik kan ook voor die eerste blauwe gaan. Dan komt dat blauw wat dus in die vlinders zit mooi terug in de broek. Ik zie ook een donkerder blauw, want we zien natuurlijk hier ook wat donkerder. Ik vind deze ook wel heel leuk. Ja, ik vind dit mooier bij elkaar matchen, eerlijk gezegd. Kijk, we hebben hier ook nog een spijkerbroek. Ja, ik ga voor deze. Heeft dit pakket er ook schoenen bij gestopt? Oh ja. Oh, kijk eens aan. Kijk, we hebben zelfs mooie hakjes. En nog meer hakjes. Ja, we zien ze nu niet heel erg goed. Laarsjes. Maar ik denk voor deze casual date dat we voor leuke gimpjes gaan. Met bloemetjes erop ook. Ik kan ook voor simpel witte gimpjes gaan. Ja, ik vind het kapsel er eigenlijk ook heel leuk bij. Maar ik wil toch even gaan kijken naar de kapsels die met het pakket erbij gekomen zijn. Maar eerlijk, even random gepakt. Het staat er wel. Oh, hun hebben ook een knotje. Maar deze vind ik dan iets minder casual. Kijk, met een klemmetje eronder. Oh, met clipjes. Ja, dan moet ik nu gaan kiezen. Wil ik voor lang haar gaan of wil ik voor kort haar gaan? Want ik ben wel iemand die houdt dat dan alle outfits vol. Hè? Niet dat ik dan bij alle dagen zeg maar dit kapsel kies met kort haar. En dat we dan bij formeel opeens dit doen. Ja, ik weet dat extensions bestaan, maar ik ben daar niet zo van. Dus ik doe dan altijd wel, ja, ik hou dat wel aan bij alle kapsels. Dat is ook wel leuk, met die klem erin. Kijk, dan heb ze zo'n lok. Zo mooi. En dan heb ze vervolgens nog lang haar, die dan mooi omhoog geknoopt zit of ingeklemd zit. Ik zeg prima outfit voor een casual date. Gezellig een drankje drinken. Nou, dan gaan we nu naar formeel. Dit is dat niet. Maar ja, bij formeel moet ik wel echt denken echt aan uit eten gaan. Een etentje met een kaarslichtje erbij. Zo'n heel romantisch restaurant. Sfeervolle muziek. Dat. Ja, sorry, maar dit kan echt niet. Serieus, die make-up. Maar ik wil wel even iets van make-up. Er zit er trouwens nieuwe make-up bij. Oh, kijk eens aan. Die vind ik dan iets te heftig voor formeel. Hebben we ook iets subtieler. Fancy. Ja, dit is dus als de date niet goed gaat.
En een mooi glossje erbij. Ja, ik heb natuurlijk nog geen kleding uitgekozen. Dus het is een beetje lastig om hier... Oh, rood. Rood is altijd wel de klassieke kleur natuurlijk. Ja, dan gaat hij natuurlijk een selectie maken van de dingen die er al in zitten. Maar we gaan even naar de volledige outfits. Ik vond deze namelijk wel heel mooi. Die had ik natuurlijk eerder al gezien. We hebben ook deze. Ja, ik weet niet of ik dit nou per se heel geschikt vind voor een romantisch etentje bij kaarslicht. Maar ik vind deze wel classy. En dan gaan we die mooie hakjes eronder steken. Oh, wat leuk! Er zitten hartjes op de achterkant. Dat vind ik heel schattig. Hebben we ook iets met rood? Oh, zeker. En ook nog van zwart naar rood. Of gewoon de klassieke zwart. Deze. Rode naaldhakken met die rode hartjes. Maar dan wel de zwarte schoen. Nou, dan zijn we snel klaar. Misschien kunnen we ook nog even wat accessoires doen. Wat de heck is dat? Even die jurk uit. Ja, oké. Dat is dus een nee. Ik zie wel allemaal ringen. Ik vind dit niet heel erg bij formeel passen. Maar ik wil wel een ring om. Dus we gaan even gewoon... Die vind ik wel mooi. Plumbopje. Gouden ring. Ja, oké. Formeel. Dan gaan we nu naar sportief. Sportief? Jeetje, Mina, waarom stopt ze die rare make-up de hele tijd op haar gezicht? Die had ik niet bij de alledaagse outfit, toch? Ik heb toch niks raars over het hoofd gezien? Nee, je hebt ze gewoon geen make-up op. Een date die een sportieve date. Dan zou ik denken... Ik ben laatst met mijn werk ben ik naar het Klimbos geweest. Dus dat was een bosgebied. En daar hadden ze dus allemaal van die parcours. Dat je je echt moest zekeren met kabelbanen en van die wiebelbruggen en zo. En dan zat je vast aan zo'n haak die door zo'n hele lange kabel ging. En dan moest je jezelf elke keer door allerlei parcours heen bewegen. Ik denk dat dat heel leuk zou kunnen zijn om als date te doen eigenlijk. Dan ben je sportief bezig. En ik vond het ook echt een hele leuke activiteit. Het is natuurlijk heel makkelijk om dan te denken bij sportieve date. Oh, hardlopen. Oh, sportschool. Nee, je wil wel echt iets doen. Dus ik denk dat ik deze sim ga aankleden op het Klimbos. Nou zal er waarschijnlijk niks van stapel verliefd zijn. Dus we gaan gewoon een beetje kijken naar wat is dan wel leuk. Beetje leuk gestyled, maar past heel goed bij het Klimbos. Goud, we gaan voor goud. Nee, deze vind ik wel leuk, want die heeft allerlei leuke kleurtjes. Ook gewoon de cliché kleurtjes. Even verder kijken nog hoor. Oh, we gaan voor deze. Kijk, hartjes op je ellebogen. Dat is leuk. Nou, zwart wil ik niet doen, want ik zit te denken om dan een zwarte sportlegging te geven. Ik vind dit wel een mooie kleur. Ja, een beetje roze-paarsig truitje met roze hartjes op de ellebogen. Is toch schattig? Dan halen we hier bij de onderkant ook stapelverliefd even weg. En dan gaan we er gewoon een leuke sportlegging onder stoppen. Oh, we kunnen hier ook even kijken voor kleurtje. Nee, die matcht niet helemaal, hè? Ja. Dan zit ik een beetje te denken, ga ik dan voor korte broek? Of ga ik dan echt voor zo'n strakke sportlegging? Of iets lossere joggingbroek? Ik had zelf naar het Klimbos een sportlegging aan en dat vond ik eigenlijk wel chill. Ja, ik denk dat ik gewoon simpele zwarte sportlegging eronder doe. En dan gaan we... Oh, kijk, ja. Dat was waar ook. Dit pack kwam met schoenen. Doe gewoon deze schoenen eronder. We hebben zeker niet iets wat echt een beetje matcht, hè? Nee, laten we diezelfde... Oh, nee, dit zijn... Ik had net deze bij de basisoutfit, maar dan doen we nu wel deze. Met roze vetertjes erdoorheen. Dat matcht weer een beetje met die hartjes op de achterkant. Helemaal leuk. Doen we er even een sporthorloge bij. Ja, laten we maar gewoon een standaard kleurtje doen. En sokken, want ja, je bent toch aan het sporten, dus sokken erin. En dan wil ik wel even de haar anders. Alleen, volgens mij was dit echt het enige haar. Oh ja, we hadden ook nog deze. Nee, dit werkt niet, want je krijgt een helm op. Dan denk ik dat ik even losstap van de stapel verliefd kapsels. En dat ik voor opgestoken haar ga, wat ik gewoon leuk vind. Ik had zelf wel een hoge staart in, maar dat werd gewoon door die helm plat gedrukt. Er zitten volgens mij geen kapsels meer. Oh, we hebben wel hoofddeksels natuurlijk. Oh, kijk. Maar dit is een paardrijhelm. Dit is voor snowboarden en zo. Hoe liep ik erbij? Nee, die zit er niet bij. Nee, we gaan gewoon even kijken voor een leuk kapseltje die opgestoken is. Ik heb al een paar kapsels aangeklikt die dan zo'n leuke accessoire hebben met een haarband of een doek of iets. En die hebben allemaal niet de kleur van het shirtje. Dat vind ik dus zo jammer dat het haarkleur bepaalt welke kleur band je krijgt. Want stel ik geef haar nu opeens rood haar, dan wordt het een witte band. Ik zou het toffer vinden als je die kleurband ook zou kunnen kiezen. Nou, misstaat dit niet heel erg eigenlijk. Dus ik denk dat ik hem wel, ja... Ze heeft dan wel een knotje in. Dat is niet heel erg praktisch, hè, met een helm. Laten we die helm gewoon even vergeten. Want ik vind dit kapsel wel heel leuk. Ja, voor de rest vind ik heel veel chique opgestoken kapsels. Dat wil ik ook weer niet. Ja, hier zit ook weer een mooie clip in het haar. Oh, hier hebben we nog eentje met een haarband. Een laag knotje. Nee, ik ben gewoon fan van dat kapsel van wasgoedaccessoires is die volgens mij. Dus we gaan gewoon lekker voor die. Ja,
sportieve outfit. Ja, dan gaan we naar de volgende outfit. En die spreekt wel voor zich, hè? Nachtoutfit. Dan wil je natuurlijk die persoon verleiden. Nou hebben we dit schattige setje. Heel leuk. Waarom heeft ze weer een bril op en die make-up? En ze is opeens ook slechthorend geworden. Niet bij de alledaagse outfit, maar wel bij de rest. Oké, we hebben dus dit schattige setje. Die vind ik heel leuk. Dan hebben we deze. Die vind ik iets te tuttig, denk ik, voor hoe ik haar tot nu toe heb aangekleed. Dan hebben we deze. Waarom zit dit bij nachtkleding? Ik zou eerder denken dat dit een turnpakje of zo is met al die glitters. Ja, ik weet niet. En dan hebben we natuurlijk deze. Iets meer heupenmeid. Zo. Maar we gaan niet voor wit, want het is geen huwelijksnacht. We gaan voor... Welke oogkleurtje heb ik jou gegeven? Een beetje blauwgroenig. Een beetje mijn kleur. Ja, we gaan wel voor lichtblauw. Haar moet natuurlijk ook anders. Dan wil ik wel weer even gaan kijken bij Stapel Verliefd. Gaan we natuurlijk voor deze. Heb ik trouwens bij Formeel? Oh, bij Formeel heb ik helemaal het kapsel vergeten. Gaan we ook voor deze. En dan wil ik hier wel even, omdat je natuurlijk wel met je wimpers moet knipperen, even die mascara op. Zo, dan gaan we naar de feestcategorie. En... nee, dit doen wij niet. Een date die in het thema feest valt. Dan kan ik bijvoorbeeld bedenken dat je op een verjaardag bent van vrienden. En dat je dan daar elkaar leert kennen. Of dat je daar samen heen gaat. Misschien dat je uitgaat samen. Dat zou ook nog wel kunnen. Je ergens een drankje gaat doen en gaat dansen of zo. Ja, het liefste. Oeh, die vind ik leuk. Kan je wel aan naar een verjaardag. Ja, ligt eraan wanneer die verjaardag is natuurlijk. In december, nee. Dit vind ik altijd van die dingen waarvan ik denk, ik snap het niet zo goed. Want het is een trui en aan de textuur te zien lijkt het wol. En dat is warm, maar dan heb je volgens een blote buik. Dus wanneer trek je dit aan? Want je trekt het niet in de winter aan, want dan heb je te koud met je blote buik. Maar je trekt het ook niet in de zomer aan, want dan is het te warm. Oelala. Deze is ook leuk. Ik blijf deze ook leuk vinden. Ligt denk ik een beetje... Ik twijfel tussen deze twee. Deze vind ik meer... Misschien moet ik deze voor warm weer onthouden. Dan pakken we nu deze. Want deze vind ik echt een beetje een zomerse vibe hebben. En deze vind ik ook gewoon passen voor een avondje stappen bijvoorbeeld. Dus we gaan voor deze. Ik vind de kleur eigenlijk ook wel goed. Ja, want het lijkt een beetje dat metallic-achtig. Ik vind die kleur wel goed. Zullen we nu dit broekje eronder doen? Nee. Dit rokje kan paars. Maar ja, wacht. Die top had ook een roze-paars-achtige kleur, toch? Oh, dit is rood. Dit vind ik een heftige broek. Maar die... deze kleuren kunnen wel. Hij komt ook in neutraal. Ik vind dit eigenlijk wel wat hebben. Als ik een beetje... Ik wil eigenlijk wel heel veel dingen van het pakket zelf gebruiken. Ik kan natuurlijk altijd nog denken, ik stop er iets van een ander pakket onder of van het basisspel onder. Maar ik heb deze broek ook nog niet gebruikt. En we stoppen er deze schoenen onder, want die heb ik nog niet gebruikt. Niet dat je er heel veel van kan zien. Ik wil ze wel eventjes zien. Even die broek weg. Oh, kijk, er zitten glitters bij. Ik vind dit wel een leuk shirtje om... Kijk, een armbandje erbij te doen. Volgens mij kwam dit... Nee, die pakketten kwamen altijd met van die aparte ringen. Gewoon iets leuks. Nee, dat is meer groen. Oh, dat is ook wel geinig. Laat ik dat een keertje doen. Misschien ook leuk om eens een keertje een ketting te doen. Want dat kan natuurlijk niet bij allerlei soorten kleding. Maar ik vind het bij deze wel dat zou kunnen. Een sleutel naar haar hart. Een hartje. Komt dit pakket eigenlijk met kettingen? Daar heb ik nog niet naar gekeken. Oh, ja, deze... Deze top. Dit vind ik wel hip. Kan leuk met uitgaan. Kan leuk met een date. En dan gaan we het kapsel even aanpassen. We hebben hier niet heel veel lang haar verder. Dit is natuurlijk kort haar. Oh, paars eronder. Zo. Rondje in voor het stappen. Oh, maar dan kunnen we wel oorbellen doen. Want nu kan je de oren natuurlijk heel goed zien. Oh. Het is een gebroken hartje. Maar je kan ze als een soort van best friend forever zo in elkaar schuiven. Kijk, dan hebben we deze. Dit zijn die vlindertjes die weer terugkomen. En wat is dit? Hartje. Ja, we gaan voor de hartjes. Zo, wat is dit? Dit heb ik gemist. Ja, ik vind dit wel een leuke outfit om mee te gaan daten in de categorie feest. Dus bijvoorbeeld naar een feestje gaan samen of gaan stappen samen. Ik vind deze wel leuk. Dan gaan we naar badkleding. Nou, dit pakket heeft nul badkleding. Maar, nou moet ik opeens denken aan iets wat ik net ergens anders zag. Dat is mijn volledige outfit trouwens. Waar staat die? Deze. Dit kan toch ook prima badkleding zijn? Ik zeg ja. We gaan gewoon voor die zilveren. Dat haar kan op zich wel. Maar oh, we kunnen wel voor die ene knot gaan. Die in deze pack zit. Dit. Want je haar wordt toch nat en dan zit het mooi vast. Helemaal prima. Kijk, badkleding is klaar. Dan gaan we naar warm weer. En daar had ik natuurlijk deze hele leuke al gezien. Weer die oogschaduwen. Al past het dit keer wel. Die lippenstip wat minder. Ik vind die kleur ook heel goed bij haar staan. Ik wil dat rokje eronder. Nee, ik wil niet deze eronder. Ik wil dat rokje eronder. Waarom staat dit niet onder warm weer? Wat is dat? Hij komt in het geel,
maar ik vind het zwarte eigenlijk veel beter. Dus die doen we lekker. Ja, ga ik haar dan dit geven? En waarom ook niet? Het staat eigenlijk helemaal prima. Kijk, ik kan überhaupt niet op hakken lopen. Nou lijkt het met warm weer maar ook niet super chill om op hakken te lopen. Maar dit is gewoon een leuke look. Prima warm weer outfitje. Wat zou je dan doen met warm weer? Oh, wacht. Dan denk ik warm weer een strandwandeling maken. Dan zijn dit niet hele handige schoenen. We halen dit wel weg. Ik geef haar wel even kijken. Deze. Die kan je heel makkelijk losgespen. Of gaan we echt voor casual? Deze. Dan komen die ribbels van het rokje komen ook een beetje terug in die schoenen. En je kan ze heel makkelijk uitdoen als je op het strand bent en die je hand vasthouden. En dat haar eigenlijk perfect. Dan geven we jou hier nog een zonnebril. Dat vind ik wel een leuke. Oh my god. Deze is zo leuk. Oké, ik heb haar de zonnebril gegeven en die leuke vlinderoorbellen. Top date, top strandwandeling. Helemaal een leuke look. Dan gaan we nu naar de laatste look. En dat is de koudweer outfit. En in eerste instantie zat ik te bedenken, wat is nou een leuke winterdate? En toen moest ik denken aan mijn eerste huisgenoot. Ik heb er totaal 3 gehad. Maar mijn eerste huisgenoot heeft een keer via een dating app met iemand afgesproken in Amsterdam om te gaan schaatsen als eerste date. Blijkbaar is het heel goed gegaan, want ze zijn inmiddels getrouwd met meerdere kinderen. Dus we gaan nu een leuke outfit maken die past bij schaatsen. Ik wil toch wel even het pack aanzetten, maar dan zet het koud weer uit. Ik heb eigenlijk helemaal niks meer verder hiervan gebruikt, maar er zit ook niet echt wat tussen. Wat de hel? Kijk, oké, als je naar Holiday on Ice gaat en ze hebben een soort speciaal sport superhelden thema, dan is dit top. Maar nee, dit is gewoon gezellig s'avonds schaatsen. Ik heb deze eigenlijk ook niet meer gebruikt. Die is ook heel leuk, maar dat past ook niet met schaatsen. Nee, we gaan even naar, vooral eerst even losse onderkanten. Koud weer ook uit. We hebben een aantal lange broeken. Deze is op zich wel prima. Gewoon een leuke spijkerbroek. Oh, er zitten gewoon 2 tops bij in het pakket die al als koud weer gemarkeerd zijn. We hebben dus deze trui met schattige pingwinnetjes erop. Of wat zijn het? Oh, ja, maar dit is de warmweerdate. Dit is niet de koudweerdate. Met Cupido erop. Oh mijn god. En dan hebben we deze. Ik vind het allebei nou niet echt hele leuke tops voor een date. Dus ja, ik kan even koud weer uitzetten. Maar voor de rest staat er niks bij waarvan je denkt, nee, ook niet. We gaan stapel verliefd gewoon uitzetten. Maar dan wel weer koud weer eventjes aan. Dit is leuk. Gewoon een jasje. Deze jas. Nee, die vind ik die andere leuker staan bij die broek. Dan zie je ook wat meer van die broek. Deze jas is denk ik ook wat langer. Ja, dan heb je hetzelfde. Ik ga wel voor die ene. Ik vind het wel leuk staan. Komt uit het boerderijpakket. Leuk die spijkerbroek eronder. En dan zat ik te denken om dan laarsjes eronder te doen. Weet je, we pakken gewoon die grimpen weer van het pakket zelf. Want ik vind het wel leuk om zoveel mogelijk van het pakket te gebruiken. Ik draag in de winter ook wel eens gewoon grimpen. En dan geven we er gewoon sokken. Je ziet ze niet, maar dan heeft het wel lekker warm. Dan wil ik haar hier weer dat leuke losse kapsel geven. Met een muts erbij. Heeft Stapelverliefd daar iets voor? Nee, niks. Oké, you later. In eerste instantie moest ik denken aan zo'n muts. Maar ik zie dus net deze. Kijk hoe leuk. We gaan gewoon voor deze. En dan geven we haar nog even een make-upje. De wimpertjes. Nou, helemaal klaar voor een leuke schaatsdate. Vind je dit nou een leuke sim en wil je die in jouw spel hebben? Dan kan je er vinden op de galerij. En daar heet ik Kim Puls. En wat je nog meer kan doen met de naam Kim Puls. Ik heb inmiddels ook een creatorcode gekregen. Dus wil je mij supporten en koop je wel eens een Sims 4 pack in de EA app. Dan kan je dus mijn code Kim Puls invoeren bij de kortingscode. Je krijgt helaas geen korting. Maar je support wel mij ermee. Dus als je dat doet, dankjewel. Dan wil ik nog zeggen bedankt voor het kijken en heel veel kusjes van mij.